Vandaag wil ik graag beginnen met een serie overdenkingen over het boek Openbaring. Dat is de openbaring van Jezus Christus. Het gaat in dit boek echt om de Heer Jezus. Dat zullen we zien. En om zijn terugkeer naar de aarde. Er is veel om over na te denken. En we gaan lang niet alle details bespreken. Daarvoor verwijs ik u naar andere mogelijkheden. Zoals het boek wat ik daarover geschreven heb. Laten we maar eens de eerste versen gaan lezen van dit boek. Uit het hoofdstuk 1. De aanhef. Openbaring van Jezus Christus. Dat is de titel. Die God hem heeft gegeven om zijn slaven te tonen wat spoedig moet gebeuren. En hij heeft die door zijn engel gezonden en aan zijn slaaf Johannes, dat is Johannes de apostel, te kennen gegeven. Deze heeft het woord van God betuigd en het getuigenis van Jezus Christus, alles wat hij heeft gezien. Gelukkig hij die leest en zij die de woorden van de profetie horen en die bewaren wat daarin geschreven staat, want de tijd is nabij. Zo begint het. En daarna begint Johannes te spreken. Maar dit is de aanhef van dit bijzondere Bijbelboek. God heeft een openbaring gegeven aan Jezus Christus. En die heeft het aan zijn engel gegeven om het aan Johannes te geven. En wij ontvangen dat weer. Johannes weet waar hij over schrijft. Hij heeft het woord van God betuigd. En het getuigenis van Jezus Christus. Want zoals hij dat ook later zal zeggen, uit de mond van de engel zal optekenen, dat getuigenis van Jezus, dat is de geest van de profetie. Daar gaat het vanaf het eerste begin van Gods woord over. Over hem. Over hem die in het midden van Gods plannen staat. En die Gods plannen ook uitvoert. En Johannes schrijft alles wat hij heeft gezien, schrijft hij op. Er zijn bepaalde dingen die hij niet mag opschrijven. Maar het gaat over de stemmen van de donderslagen. Daar komen we misschien nog wel op terug. Maar hij zegt, ik ben een getrouwe getuige. Iemand die heeft opgeschreven wat hij heeft gezien. En het was een bijzonder visioen wat hij heeft gezien. Of eigenlijk een serie visioenen. En dan gelukkig hij die leest of voorleest. Het is geweldig om dit boek te pakken en eruit voor te lezen en eruit te luisteren. En te bewaren wat erin geschreven staat. Want de tijd is nabij. Het is niet zoals in het boek van Daniël, waar we in het laatste hoofdstuk lezen dat Daniël zijn boek moet verzegelen. In dit boek staat dat dat niet moet gebeuren. De tijd is nabij. En dan vragen we ons natuurlijk af, hoe nabij? Gaat het dan over dingen die toen allemaal gebeurd zijn in die eerste eeuw, zoals sommigen denken? Nee, dat is niet nodig. Petrus schrijft in zijn brief, laten we dat maar even erbij nemen, zijn tweede brief, heel belangrijke dingen daarover. De tijd is nabij. Ik kom spoedig, dat vinden we een aantal keren in de Openbaring terug. Maar Petrus zegt in zijn tweede brief, het derde hoofdstuk, dat sommigen zeggen in vers 4, waar is de belofte van zijn komst? Het lijkt alsof er niks veranderd is. Het lijkt of het alsmaar niet gebeurt. We zijn al zo'n 2000 jaar verder. Nou, niet helemaal. Iets minder, maar toch wel een hele tijd verder. En wat zegt Petrus dan? Dat de tegenwoordige hemelen in vers 7 en de aarde zijn door hetzelfde woord opgespaard voor het vuur en bewaard voor de dag van het oordeel van de ondergang van de goddeloze mensen. En dat is een deel van de inhoud van het boek Openbaring.
Maar laat dit één u niet onbekend zijn, geliefde, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaar. En 1000 jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte, niet zoals sommigen dat het voor traagheid houden, maar hij is langmoedig. Waarom? Daar hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar allen tot bekering komen. Er is wel degelijk een vervulling van de belofte. Als hij zegt de tijd is nabij, dan moeten we met Gods tijd rekenen. Op de profetische kalender is de vervulling van dit Bijbelboek de eerstvolgende gebeurtenis. En daar moeten we straks wat meer over zeggen. Maar dit Bijbelboek staat te gebeuren. En het is alsof, als je die formule tussen aanhalingstekens van Petrus erbij gebruikt, alsof de Heer Jezus eergisteren aan het kruis is gestorven. En weer opgestaan. En naar de hemel gegaan. En we verwachten hem vanuit die hemel. Die verwachting, die grote verwachting, daar mogen we rekening mee houden. En daar mogen we vanuit gaan. Uitzien naar hem wat hij gaat doen. Hij laat zich inderdaad zien. Hij zegt, ik kom spoedig. De tijd is nabij. Het staat allemaal heel spoedig te gebeuren. En dan lezen we verder, Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Dit is een brief. Een brief aan 7 gemeenten in Azië. Hij zegt de 7 gemeenten, terwijl er meer waren. Dus er is iets bijzonders met deze 7 gemeenten, waardoor het ook voor ons een bijzondere boodschap bevat. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. Niet die zijn zal, het is niet statisch, het is dynamisch. Iemand die te komen staat, die is en die was en die komt. Hij is altijd dezelfde. Hij is er, hij was er altijd al, maar hij komt ook. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, de Heilige Geest, voorgesteld als 7 geesten voor zijn troon, we zullen dat later onder andere in hoofdstuk 4 en 5 weer tegenkomen, en van Jezus Christus de trouwe getuige, de man in het centrum van Gods plannen, de man, de zoon des mensen, de zoon van God, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene van de doden, want hij heeft de dood als het ware opengebroken. En de overste van de koningen van de aarde. De overste van de koningen van de aarde. Hij is het die uiteindelijk zal overwinnen. Dat mag nu even wat anders lijken, maar we kunnen hier moed uitputten. Hem die ons lief heeft en ons voor onze zonde heeft verlost door zijn bloed. Ja, dat is iets, daar mag je je hand op leggen. Als je weet dat hij het is die ons heeft lief gehad. En die ons voor onze zonde heeft verlost door zijn bloed. Als je je hand hebt gelegd op dat offer wat hij heeft gebracht. Dan is hij de Heer, dan is hij jouw Heer, uw Heer. Dan is hij degene van wie je dat kunt zeggen. Je kunt je dan insluiten bij dit ons. En ons gemaakt heeft door een koninkrijk tot priesters. Voor zijn God en Vader. Een prachtig, geweldig, als het ware een lied. En we zingen dat ook wel. Dit kun je zingen. Hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft verlost door zijn bloed en ons gemaakt door een koninkrijk tot priesters voor zijn God en Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheid. Amen. Er is regelmatig in dit boek, is dat te vinden, een lofzang aan degene die het allemaal in handen heeft en die de toekomst in handen heeft. Er is alle reden om hem steeds weer opnieuw te prijzen
en uit te zien naar hem. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Met de wolken van, ja, welke wolken zijn dat? Niet zomaar wolken aan de hemel. Nee, het zijn wolken die eerst hem tegemoet zijn gegaan in de lucht. Zoals 1 Thessalonicenzen 4 ons vertelt. Dat wij die achter zijn gebleven, nog levend zijn en hen die in Christus zijn ontslapen en die eerst opstaan, samen met hen worden wij in de wolken de Heere tegemoet gevoerd in de lucht. En we ontmoeten hem. En met hem komen we terug. Hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Het is een wereldwijde bijzondere gebeurtenis. Iedereen zal het kunnen meemaken. Nu kunnen we ons dat ook heel goed voorstellen. In de tijd dat Johannes dit schreef, heeft hij zich misschien afgevraagd, hoe kan dat? Maar het kan. En het kan waarschijnlijk op nog veel wonderlijke manieren dan we nu via de tv enzovoorts hebben. Ook zij die hem doorstoken hebben. En dan kijken we naar Zacharia. Die dat zegt. Dat ze zullen weeklagen. Alle stammen van het land zullen over hem weeklagen. Je ziet dat er een geweldige klacht zal zijn. Een treuren, een rouwen, als om een eerstgeborene, zoals Zacharia ons dat vertelt. Een prachtig iets wat daar staat te gebeuren. Dat de stammen van het land Israël, want het gaat over hen. Hun voorvaderen, als het ware, hebben hem doorstoken. Hoewel wij weten dat het een Romeinse soldaat is geweest, is het alsof zij dat hebben gedaan, de voorvaderen. En ze zullen het zichzelf toe-eigenen. En dat mogen wij eigenlijk ook al doen. We weten dat het niet iemand anders is die de schuld is van het feit dat hij daar aan het kruis hangt, maar dat ik zelf die schuld heb gedragen. Dat hij mijn schuld heeft gedragen, bedoel ik. Alle stammen zullen over een week klagen. Ja, amen. En dan zegt hij, ik ben de Alfa en de Omega. Zegt de Heer God, hij die was en die is. Nee, die is en die was en die komt. Opnieuw zegt hij dat. De Almachtige, degene die echt alles in handen heeft. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk, zei God tegen Abraham. En deze Almachtige staat te komen. En dan gaat Johannes beginnen aan zijn getuigenis. Ik, Johannes, uw broeder en mededeelgenoot in de verdrukking. Hij zegt niet, ik ben de apostel, maar hij moet het wel zijn geweest. En hij was een broeder en een mededeelgenoot in de verdrukking. Hij had daar ook mee te maken. Hij was, en het koninkrijk en de volharding in Jezus, hij kwam op het eiland dat Patmos heet om het woord van God en het getuigenis van de Heer. Hij zat daar waarschijnlijk onder Domitianus in 95 is dit waarschijnlijk gebeurd. Dit is opgeschreven, jaar 95, in onze tijdrekening. En daar heeft hij gevangen gezeten. En we horen, we lezen dat hij in 96, toen Domitianus stierf, weer is vrijgelaten en terug is gekeerd. Maar hij zat daar. En hij kwam in de geest op de dag van de Heer. En ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Wat u ziet, schrijf het in een boek en zend het aan de 7 gemeenten. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En elk van deze 7 krijgt een persoonlijke noot, een persoonlijke brief erbij gevoegd. Maar allen mogen het lezen en wij mogen het ook lezen. Johannes is daar, op dat eiland Patmos. Hij is waarschijnlijk in ongeveer 90 jaar ergens in die buurt. En we zien dat hij een bijzondere ontmoeting heeft. Want als hij zich omdraait om de stem te zien, ja, dat wil ik de volgende keer in de volgende overdenking nader bekijken. Want deze bijzondere ontmoeting lijkt veel op die Daniel had, ook ongeveer dezelfde leeftijd waarover we lezen in Daniel 10.
een bijzondere ontmoeting met de Heer Jezus zelf. Want Hij is het die zich daar hier presenteert aan Johannes. Hij is het over wie deze brief, dit boek gaat. Het is geschreven als een brief. Met visioenen erin. Met het toekomstperspectief van de komst van Jezus Christus. En het toekomstperspectief van een duizendjarig vrederijk. En van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar voordat dat gebeurt, zijn er ook andere dingen die nog te gebeuren staan. Zware dingen, moeilijke dingen. De grote verdrukking, daar spreekt hij over. En we zullen zien, voordat dat te gebeuren staat, voordat hij daarover spreekt, dat laat zien, krijgen we eerst een blik in de hemel. Na die zeven bijzondere persoonlijke brieven van de Heer Jezus aan die verschillende zeven gemeenten, worden we als het ware meegevoerd de hemel in. Om van daaruit een groot deel van de gebeurtenissen te volgen. Dat is een bijzonder voorrecht. En zo willen we samen naar dit bijzondere boek kijken. Volgende keer wil ik u meenemen naar die bijzondere ontmoeting. En wat de Heer Jezus daar tegen Johannes zegt. Wie hij is en wat hij zegt. En wat het betekent voor ons verstaan van dit boek. Een prachtig boek. Wat we niet dicht moeten laten, wat geen verborgenheid is, maar een openbaring. De openbaring van Jezus Christus.